Deze beelden kent iedereen. Ze worden keer op keer gebruikt bij de berichtgeving over de val van de moslim-enclave Srebrenica in 1995. Ze zijn gemaakt door de Servische journalist Zoran Petrovic. This is my original cassette. That's everything you made in Srebrenica. Yes. Yes. This is it. De beelden van Petrovic worden gebruikt bij de berechting van Bosnische Serviërs bij het Internationaal Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Ook in het NIOT-onderzoek naar de rol van Dutchbat bij de val van Srebrenica is gebruik gemaakt van de beelden. How come images, real images, are so strong as evidence? Well, because first of all, it's like being an eyewitness to the crime. It invites you in back in time to events that were taking place in the past. It's like being essentially an eyewitness. Het bandje met de opname dat iedereen gebruikt duurt 61 minuten. Maar zijn dit de enige beelden? Waarom zijn er geen beelden van de massamoord op de moslimmannen die in diezelfde dagen plaatsvond? Bovendien zitten in het zogenaamde originele materiaal zwarte gaten.